Ik sta hier in Den Haag. In Amsterdam. In Den Bosch. Voor het gerechtshof. Wat zegt u? Ik ga een 31 stuk. Mag ik alleen nog het uitroepteken doen? Oké. Abortus wordt nu gezien in essentie als misdaad en mag alleen met mitsen en maren. En wij vinden dat het onderdeel moet zijn van de reguliere medische zorg. Weet je, abortus is zorg en vrouwen hebben het recht om te kiezen voor die zorg. Het is gewoon dus ook in Nederland en hier groeit ook het anti-abortus sentiment. Het is hier gewoon nog net niet goed geregeld. Wist jij dat abortus in Nederland in het wetboek van strafrecht staat? In artikel 296 om precies te zijn. Officieel is het dus strafbaar, tenzij je voldoet aan een aantal voorwaarden. Daardoor valt abortus niet binnen het reguliere zorgstelsel en is het geen grondrecht, maar een misdrijf waar uitzonderingen voor worden gemaakt. Dat moet volgens ons veranderen. We zien wereldwijd wat er kan gebeuren met het recht op abortus als het niet goed is geregeld en conservatieve politieke krachten hun kans grijpen. De rechters die hier nu zitten blijken bereid verworven rechten terug te draaien. You're going to tell people who have been raped that you now have no choice. Ook in Nederland is de regelgeving kwetsbaar doordat die conservatieve lobby steeds groter en machtiger wordt. Ik vind dat een uitstekende ontwikkeling. Ja, wij vinden elke abortus een tragedie en iets wat eigenlijk niet zou moeten gebeuren. Dan hadden ze geen seks moeten hebben. Je weet wat het gevolg is van een potje seks. Babymoordenaars, kindermoordenaars hier ook. Dus het is tijd om abortus in Nederland goed te gaan regelen en het uit het wetboek van strafrecht te halen. My body! My choice! My body! My choice! Met Spuiten en Slikken komen we vandaag in actie, want abortus staat nog altijd in het wetboek van strafrecht en daar hoort het gewoon niet thuis. Ons recht op zelfbeschikking staat op het spel en daarom zijn we vandaag samengekomen met Baas in Eigen Buik en Humanistisch Verbond voor de Tweede Kamer in Den Haag. Het is tijd voor verandering. Annemieke, 50 jaar geleden stonden de Dolomina's hier ook. Nu staan jullie hier eigenlijk nog steeds. Ja. Waarom is het zo belangrijk dat er vandaag de dag nog steeds geschreden wordt voor ons recht op abortus in Nederland? 50 jaar geleden stonden de Dolomina's hier inderdaad met dezelfde leus. En een van hun belangrijkste eisen was abortus uit het wetboek van strafrecht. Ja, dus het had gewoon al lang moeten gebeuren, maar het is gewoon nog niet gebeurd. Het had al lang moeten gebeuren, maar het is hoopvol dat er nu heel veel mensen en organisaties zijn die zich er hard voor maken. Dus we geloven dat we echt een kans hebben. Ja. Deze keer gaan we het gewoon met z'n allen fixen. Precies, we gaan het fixen. Abortus is een mensenrecht. Abortus is een mensenrecht. Abortus is een mensenrecht. Abortus is een mensenrecht. Jullie van het Humanistisch Verbond zetten je in voor een vrije en rechtvaardige samenleving. Waarom is abortus zo'n belangrijk punt voor jullie? Abortuszorg in Nederland die is goed. Dat is echt goed om te weten ook. Maar het staat hier nog steeds ook in het wetboek van strafrecht. Dat betekent dat het eigenlijk nog wordt gezien als een misdaad, als een strafbaar feit. En dat er onder bepaalde omstandigheden dat je het wel legaal kan laten doen. Daar zijn de abortusklinieken voor. Maar wat zeggen we nou als Humanistisch Verbond? Abortus hoort niet in het wetboek van strafrecht. Het hoort tussen, of eigenlijk in de reguliere zorg, dus in het ziekenhuis. Ja. En dat je dat als dat het wordt gezien als een reguliere medische behandeling. Ja, want dan wordt het ook echt een vrijheid. Dan wordt het een vrije keuze, inderdaad. Het is gewoon dus ook in Nederland en hier groeit ook het anti-abortus sentiment. Het is hier gewoon nog net niet goed geregeld. En we denken vaak prima, maar dat is niet zo. Nee. En daar moet je alert op zijn en daarom moeten we hier iets gaan doen. Ik wil meer weten over die abortuswetgeving. Hoe zit dat nou precies en hoe is dat tot stand gekomen? Om daarachter te komen ga ik langs bij strafrechtadvocaat Zara Boufadis. In Nederland, hè, mensen denken vrouwen hebben sowieso het recht op abortus, wat er ook gebeurt. Ja. Terwijl het is zelfs een strafbaar feit in het wetboek van strafrecht om te helpen bij het afbreken van een zwangerschap. En hoe kan het dat het in dit wetboek van strafrecht staat? Die hebben dus vroeger, vonden de maatschappij dat vrouwen hun zwangerschap gewoon moesten voldragen.
Dus toen was het afbreken van zwangerschappen werd verboden. Dus dat is al sinds het begin van de 20e eeuw zo. En pas in de tweede feministische golf is in 1984, toen met baas in eigen buik en dergelijke, ja, toen is die wet afbreking zwangerschap gekomen. En die wet is eigenlijk nooit meer geüpdate sindsdien. En daardoor staan ook allerlei betuttelende en verouderde zorgvuldigheidseisen in. En wat zijn die voorwaarden? En er staat bijvoorbeeld ook in dat vrouwen alleen in een noodsituatie een abortus kunnen ondergaan. En dat een arts zich ook, die zeker moet zijn, bij die vrouw moet checken of er wel echt sprake is van een noodsituatie en of alleen een abortus dat kan oplossen. En een arts is eigenlijk in principe strafbaar, tenzij die aan al die eisen voldoet. Ja, dat is gewoon echt niet meer van deze tijd. Het taboe rondom abortus maakt dat ik het ontzettend eng vind om hier te zitten en mijn verhaal te doen. Maar wel denk dat het nodig is, omdat er meer over gepraat moet worden. Ik weet nog wel heel goed dat toen ik die abortus had laten plegen, dat ik heel vaak dacht, mensen begrijpen dit helemaal niet en ze snappen het niet en ze vinden het misschien wel ongemakkelijk. Het is serieus nog steeds het meest pijnlijke fysiek en waarschijnlijk ook mentaal ding dat ik ooit heb ervaren in mijn leven. Het is een medische ingreep en ik denk dat het moment dat het in het wetboek van strafrecht blijft staan, dat het imago altijd zal blijven houden wat het nu heeft. Het is heel erg unfair dat iemand anders daar een keuze over wil maken, over jouw eigen lichaam. Maar met verworven recht is het altijd zo dat je niet maar achterover moet gaan zitten leunen. We hebben ook gezien in andere landen dat het recht op abortus wordt afgeschaft of in ieder geval steeds verder wordt teruggedraaid. Dus daarom moeten we daar in Nederland denk ik toch altijd wel voor oppassen. Want in Nederland zie je bijvoorbeeld wel dat de anti-abortuscampagnes, die krijgen steeds meer geld. Die Mars voor het Leven, die hebben steeds meer deelnemers. Dus hier krijgt dat wel steeds meer voet aan de grond. Daarom moeten we altijd waakzaam zijn. Kijk, stel dat je een meerderheid krijgt voor, laten we het even zeggen, het verbieden van abortus. Wat die dan kunnen doen, die meerderheid in het parlement, die kunnen dan gewoon bijvoorbeeld die wet afbreking zwangerschap, die nu onder heel veel eisen dan een abortus legaal maakt, kunnen ze die gewoon compleet afschaffen. En dat betekent dat een abortus of het helpen bij een abortus altijd strafbaar is. Duidelijke taal dus, en daarom hebben wij onze handen in één geslagen en zijn we een burgerinitiatief gestart. Abortus is geen misdaad. En we hebben 40.000 handtekeningen nodig om dit burgerinitiatief in te dienen in de Tweede Kamer. Ja, en dat is super belangrijk, want als het lukt, dit burgerinitiatief, dan moet de politiek er iets mee doen. Dan moet het op de agenda zetten en dan kunnen ze het niet langer negeren. Dus teken vooral. Ja, join ons, want dan moeten ze naar ons luisteren. Teken ons burgerinitiatief. Abortus is geen misdaad. Haal het uit het wetboek van strafrecht. Baas in eigen buik. Baas in eigen buik. Abortus moet dus een normale medische ingreep worden. Hoe kijken artsen hier tegenaan? En hebben zij er last van dat dit nog niet zo is? Alice, jij bent abortusarts. Abortus staat nu in Nederland in het wetboek van strafrecht. Wat vind jij daarvan als abortusarts? Verschrikkelijk. Op die manier heb je een gevoel alsof je een criminele actie... In principe is dat het natuurlijk nu dan ook nog. Ja, er staat gewoon een geldboete en een gevangenisstraf op. En het is eigenlijk, als je erover nadenkt, zo erg dat het in het wetboek van strafrecht staat en niet in een gezondheidsrecht wordt beschreven. Ja. Waar je het eigenlijk zou verwachten. Het zou eigenlijk zo moeten zijn dat het toegestaan is, mits je aan bepaalde voorwaarden voldoet. En nu is het verboden, tenzij er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. En dat is wel een groot verschil. Ja, want wat zijn de gevolgen voor jullie werk van het feit dat het nu als een criminele handeling in principe wordt gezien? Nou ja, het is het principe wat natuurlijk helemaal fout voelt voor de hulpverleners. Ja, dat is één. Dat is één. En verder, we moeten heel strikt ons houden aan bepaalde voorwaarden die verplicht in acht moeten worden genomen. En soms gewoon ontzettend moeilijk zijn om dat te doen. En wat zou er voor nodig zijn om die ruimte te krijgen? Door er meer over bekend te maken, meer over te praten, misschien meer op scholen over te hebben.
hoop ik dat het uiteindelijk uit de taboesfeer komt. Ja. En verder zou het voor ons als kliniek bijzonder mooi zijn als er uiteindelijk een samenwerking zou kunnen zijn. Een nauwe samenwerking met een ziekenhuis. Waardoor de abortuszorg en de ziekenhuiszorg elkaar zouden kunnen versterken en ondersteunen. Ik heb firsthand ervaren hoe het is om een abortus te hebben terwijl er nog steeds een taboe overheerst. En dat maakt je eigenlijk alleen nog maar eenzamer. Het slows down het herstelproces, omdat je het er niet met anderen makkelijk kan over hebben. En op het moment dat er een taboe op blijft rusten, maak je die drempel ontzettend hoog. En wat ik daarvan vind, is dat het gewoon totaal onnodig is. 1 op de 5 vrouwen ondergaat in haar leven een abortus. En dit is geen misdaad. Wij willen dat de politiek deze vrouwen beschermt in plaats van hen te criminaliseren. Nou, gelukkig is hier binnen Corine Ellemeet van GroenLinks al heel lang bezig met het moderniseren van de abortuswetgeving. En in maart 2023 gaat zij een initiatiefwet indienen voor het schrappen van abortus uit het wetboek van strafrecht. En daar staan wij natuurlijk helemaal achter. Corine, hoe kan het nou dat artikel 296 over abortuswetgeving nooit is herzien? Heel veel partijen hier in de Tweede Kamer hebben bedacht, we vinden het wel prima. Want de politiek kan dat natuurlijk veranderen. En waarom is het dan zo belangrijk dat dit echt nu geregeld wordt? Nou, we zien natuurlijk op allemaal plekken in de wereld verschrikkelijke dingen gebeuren. In Amerika, in Oost-Europa, zelfs nu in Italië. Ja. Dus het is echt geen vanzelfsprekendheid dat overal abortus goed geborgd is, ook in de wet. We hebben een goede abortuswet, maar ik zeg het moet er nu uit het wetboek van strafrecht. Ook omdat we zien dat het een stigma is, dus dat vrouwen zich toch slechter over kunnen voelen, omdat het eigenlijk iets is wat in het wetboek van strafrecht staat. Abortusartsen zeggen ook van ja, we zijn niet onderdeel van de normale zorg, we zitten niet in de normale financiering. Dus weet je, abortus is zorg en vrouwen hebben het recht om te kiezen voor die zorg. Daarom ben ik ook zo blij dat jullie het ook oppakken, dat we ook samen kunnen optrekken, want ik doe het werk vanuit de Kamer, maar ik kan ook echt heel veel steun vanuit de samenleving, van jongeren, van ouderen, echt van alle mensen goed gebruiken. Sluit je je dan ook bij ons burgerinitiatief aan? Zeker, ik vind het echt super belangrijk dat jullie dat doen. En ik merk gewoon dat het echt helpt. Als ik ook kan zeggen in de Eerste Kamer en in de Tweede Kamer, dit is niet iets wat alleen leeft in de politiek, dit is iets wat leeft in de hele samenleving. Dus alle jongeren, vrouwen, mannen, laat je horen, want daarmee maken we de kans groter dat we de wet ook echt kunnen veranderen. Ja, nou, je hebt het gehoord, dus sluit jij je nou ook bij ons aan? Vind je nou dat abortus uit het wetboek van strafrecht moet in Nederland? Klik dan op deze link en steun ons burgerinitiatief. Ja, doe dat. Echt top. Heel belangrijk. Laat je horen. Volgende week zien we hoe groot die dreiging eigenlijk is van de anti-abortusbeweging. Ik snap wel dat voorstanders van abortus, dat die hier zenuwachtig van worden. Als je nou eenmaal zwanger bent, ga je dat kind niet doodmaken in je buik. Ik ga zelf even de proef op de som nemen en kijken wat voor misinformatie er allemaal wordt verspreid op het internet. Instrumenten die er gebruikt worden, ja, ze zitten hier echt gewoon angst in te jagen. Je ziet een vrouw bebloed huilend op de wc. Oh, ik word hier helemaal naar van. Nou, even kijken of ik met hun kan bellen. Het is niet in gebruik.